Forgive me als mijn panty niet doorgecombineerd is met mijn oorbellen. En er is echt een mega grote wesp naar binnen gevlogen. Echt, overdrijf niet, zo'n wesp. Oh, oh, god. Zo, je bent geen kleine geitje. Oh. Dood. Maar die kuik, heb je de kuikentjes gezien? Ja, dat kun je heel makkelijk zo. Ik voel me Leontien Borsato van de broodafdeling. Volgens mij hoor ik iets. Je kijkt hier. Oh. Maar de heerlijkheid rust. Goedemorgen, Poes. Hey, katje. Ik ga zo naar Limburg. Ik ben zondag weer terug. Wil je me missen? Oh. De afgelopen dagen was het buiten iets van 6, 37 graden. En toen was het hier binnen 22, 23, 24 uiteindelijk. Dat is fijn aan mijn huis, het warmt heel langzaam op. Wat minder fijn is dat het dan daarna ook weer heel langzaam afkoelt. Het is nu buiten aan het regenen, het is iets van 20 graden. En hier binnen is het nog steeds 24. Ik heb die hittegolf overleefd door gewoon heel weinig te doen. Maar nu moet ik wel dingen doen. Ik moet mijn spullen pakken. Ik moet deze kots opruimen die Kai hier heeft neergelegd. Want het is vakantie. De vakantie is met onze vriendengroep. De Piemel Party vakantie is natuurlijk een beetje traditie geworden de afgelopen zomers en soms ook winters of herfst. We zijn in Italië geweest, twee keer Frankrijk, op Ibiza, in Duitsland, een keer naar Londen gegaan. Maar dit jaar was het even allemaal net iets anders, want ja, er zijn twee leden van de vriendengroep zijn uit elkaar gegaan. Dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige ingewikkelde gevoelens en praktische zaken en hoe doe je dat dan met de vriendengroep? En het begon er even op te lijken dat het dit jaar dan maar helemaal niet doorging. Maar op het laatste moment heeft Doak nog een heel mooi huis gevonden in Limburg. We gaan nu dus met de ene samenstelling van de vriendengroep een paar dagen naar Limburg en met de andere samenstelling later dit jaar een stedentrip maken. En ik ben in ieder geval heel blij dat de traditie wordt voortgezet en misschien dat we dan volgend jaar wel weer naar een land kunnen met een zwembad, Italië, Frankrijk. Want zoals ik al zei, de afgelopen dagen was het dus heel goed weer is een beetje, is misschien niet het juiste woord, omdat het was echt veel te heet en dat betekent ook niet veel goeds over hoe onze aarde er aan toe is. Maar het was wel heel warm en zonnig en nu regent het en het lijkt erop dat dat de komende dagen zo blijft. Dat is wel een beetje jammer voor een vakantie in eigen land. Ja, hopelijk wordt het gewoon heel gezellig. We zitten in een heel mooi huis. We zitten in Limburg. Voelt toch ook een beetje als buitenland. Het is ook wel spannend, vind ik. Want we gaan weer met een hele nieuwe samenstelling waarmee we nog nooit zijn weg geweest. We hebben twee weken geleden voor het eerst in deze samenstelling met elkaar gegeten. Om even kennis te maken met iedereen. Want er is nieuwe aanhang bij. De kinderen gaan mee. Jesse komt helaas maar 1 of 2 dagen, want die moest werken. Jelle komt ook een dagje later vanwege zijn werk. En ik ga nu mijn spullen pakken en dan naar Amsterdam. En dan gaan Doak en ik samen met Marinus naar Limburg rijden. We gaan trouwens naar IJsden. Dat is echt Zuid-Zuid-Limburg. Ik ben op het altijd gezellige Duivendrecht. Wacht even op Doak, die komt zo aan en dan komt Marinus, komt ons ophalen en dan rijden we naar Limburg. Doak is net terug uit Londen en die heeft volgens mij nogal een turbulente 24 uur achter de rug. Maar dat zal hij zelf wel even vertellen. Hi. Hey. Hallo. Hey. Hi. Oeh, wat zijn we bruin. Het was namelijk 40 graden namelijk afgelopen week. Ja, ik zat in Londen, helemaal geasfalteerd is het daar. En toen ging ik gisteren met het vliegtuig terug. Toen was mijn vlucht gecanceld. Ah. Nou, zo voelt het ook een beetje. Maar waarom? Weet je dat eigenlijk? Totaal onduidelijk. Nee, er werd gewoon omgeroepen. Flight to Amsterdam, cancelled. Flight to Rome, cancelled. Cancelled. Ja, het was echt de cancel culture. En, Maarten en ik zijn dus blijven slapen in een hotel. Vlucht omgeboekt. En ik heb zo in zoveel rijen gestaan, dat is niet meer normaal. Dus ik ben om 4 uur opgestaan. Ik heb ongeveer 3 kwartier gehad om alles te wassen en in een koffer te gooien. Oh, snel gedaan. Dus forgive me als mijn panty niet doorgecombineerd is met mijn oorbellen. Oh, verschrikkelijk zeg. Echt mijn nachtmerrie. En moet je nog een hotel gaan regelen? Nou, dat is wel goed. Kijk, de gays die regelen het wel. Dus Maarten die was gewoon heel snel met vlucht herboeken. Want de mensen gingen duwen, gillen,
trekken was echt niet normaal. En ik heb, terwijl hij dat dan noemde, heb ik een hotel geboekt wat echt naast het station zat. Oh ja. Dus wij waren eigenlijk zoals eerst en we zijn dat hotel binnengegaan, er niet meer uitgekomen. Om 10 uur proberen te slapen, maar ja, dan lig je toch zo. Oh, paniek, paniek. Lekker plekje dit ook. Ja. En nu gaan we naar Limburg. We moeten doorpakken, dus nu gaan we naar Limburg. Maar daar kun je lekker bij komen, want daar is niks te daar doen. Is helemaal niemand. Helemaal. Ja. Ik kijk er wel naar uit. Ik ook. Maar vind je ook wel spannend in deze nieuwe samenstelling? Er zijn allemaal nieuwe personages. Als dit een reality serie was geweest, dit seizoen was Thriving geweest. En nu introduceren we jullie een paar nieuwe personages. Ik weet alleen, ik weet niet wie er wel en niet in beeld wil. Dus ja. Misschien zie je gewoon Doak en mij de hele tijd zo in Limburg. Ja, en niemands voet. Ja. Spannend. Na een lange reis met gelukkig genoeg snacks. Arriveerden we na 2,5 uur precies op incheck-tijd bij ons vakantiehuis aan de Messenmolen in IJsden. Daar werden we na veel wachten, bellen en aanbellen bijzonder haastig en ongastvrij ontvangen met de woorden: pak zelf de sleutel maar, ik heb stront aan mijn handen. We voelden ons meteen erg welkom. Hier slapen Jelle en ik. Vannacht nog één nachtje alleen. Met mooi uitzicht op de binnenplaats. En alle hanen en kippen. Echt een heel mooi gebouw is het. Mooie oude boerderij. We zijn aangekomen bij ons appartement. Maar we gaan eerst even boodschappen doen voordat de rest arriveert. Zodat er wat te drinken is. Dit is mijn pleziertje. Dit is echt vakantie, dit is vakantie. Dit is echt vakantie, maar we zijn gewoon in Limburg. Welk van de broden zal ik voor je snijden? Meer granen. Ja. Of is dat deze? Denk ik. Oké. Nog meer. Oh, kijk eens. Dat hij 2 centimeter... Oh, mag ik ook kiezen? Nou, soms wel. Oh ja. Nee, hier niet. Oh, daar gaat hij al. Might. Leg bij Clip Snijden aan het mee. Zo. Oh. Voel me Leontien Borsato van de broodafdeling. Zo. Hoppa. Nog iets anders. Dank u. We hebben boodschap gedaan bij de plaatselijke Lidl. Echt heel goedkoop. Maar we zijn nu natuurlijk met z'n vieren, maar morgen zijn we met z'n tienen. We hebben best wel veel boodschap gedaan en heel veel drank gekocht. Bier, wijn, andere lekkere dingen. En die man achter de kassa die deed zo, veel plezier hè? Die denkt dat we dit allemaal met z'n vieren gaan opsmikkelen. Dat gaat niet lukken. Hallo. Je hebt mijn belangrijke boodschap al vast. Ik kon niet laten liggen. Dit snap ik wel. Ik ben doodeng, joh. Kijk dan. Leuk, hè? Ja, je houdt er niet van, hè? Ze stammen gewoon rechtstreeks af van dinosaurussen. Dat zie je ook echt. Er zitten ook van die dingen met van die veertjes aan die pootjes. Ik vind het doodeng. Maar die kuikentjes, heb je de kuikentjes gezien? Ja, daar kun je heel makkelijk zo. Nog eens. Hier slaap ik en Jelle. Ik ben echt als de dood voor muggen. En daar slapen jullie. Hier is één badkamer. Met een hele douche. Deze trap. Ruikt een beetje apart. Oh. Hier is een wc en een badkamer. Dat ruikt minder apart. Gelukkig. En hier slaap je. Wij slapen boven. Wie slaapt er nog meer boven? Maar hier is een Doak. Doak. Doak slaapt hier. Jullie mogen kiezen. Of die. Of die. Of die. En dan neemt Jesse de andere. Nova? Eerlijk gezegd boeit het me vrij weinig en vind ik het tenslotte deze prima. Ja? Is het niet te dicht op elkaar? Nova, wat zeg jij? Ik vind het altijd beter tegen de muur dan.
Anders ga je. Oh, zo. Anders ja, ga je. Snap ik. Ik ga jullie uitleggen dat je een sinaasappel ook kan eten. Lekker. Of opdrinken. Nou, ik heb een drankje. We hebben een reservering bij een restaurant vanavond. En nu gaan we even kijken bij de ezels. En we zitten dus bij, het heet hier de Messermolen. Het is dus een oude watermolen, een inpandige watermolen. Volgens mij hoor ik iets. Oh, dat zijn veel kippen. Jezus Mina, huh? Maar ook zoveel hanen. Je hoeft alleen maar paneelmeel te kopen. Stil tot zet. Je hoeft alleen maar paneelmeel te kopen en je kan het aansteken. Ja, het is best, denk ik wel, brandhaan. Hele grote geit. Oh, geit. Ik hou van geitjes. Hoi. Zo, je bent geen kleine geitje. Oh. Hallo. Misschien eet je jou. Ja, lief geitje. Het zijn natuurlijk geen kittens, maar ik vind het wel een hele gezellige beestenboel hier. En nadat alle beesten bekeken en geaaid waren, was het tijd om te gaan eten. Een deel van de groep ging met de auto en een deel wandelde door het pittoreske IJsden met onder andere dit onderhoudsarme tuintje. We werden vriendelijk geholpen bij Heerlijkheid Breust en ik kreeg een vreemd hard broodje rendang en een prima hamburger met chips. Best lekker. Hoe vond je het eten? Ik wist dus niet zeker of er geen ui in zat. Nee. Maar hoe smaakte de biefstuk? Dat was wel oké. Oké. Hij zag er wel lekker uit. Wel een wonderlijke plek, vond ik het. Ja, maar de Heerlijkheid Breust. Lekker spareribs? Ja. Het is inmiddels bijna 12 uur. Ik moet stil zijn, want de meeste mensen slapen al. Ik zit even rustig op bed mijn video te ondertitelen. Ik had even het raam opengezet zodat het een beetje kon afkoelen hier. Dat was niet zo slim, want ten eerste zijn er nu 800 muggen binnengekomen. En het lijkt wel, iedere keer als ik eentje doodsla, komen er twee bij. En er is echt een mega grote wesp naar binnen gevlogen. Echt, ik overdrijf niet, zo'n wesp. Wat ga ik daarmee doen? Ga ik die doodslaan? Oh, oh, god. Oké, ik heb een gidsje van de VVV. Beleef Sittard Geleen. Ik ga proberen om daarmee te vermoorden. Als hij mij niet eerder vermoordt. Oh, ik geloof dat hij zichzelf heeft gefrituurd in de lamp. Volgens mij is hij dood. Maar nu ligt hij in mijn bed, op mijn kussen. Oh. Dat was even spannend. Er liggen nog steeds veel muggen rond. Maar goed, over het algemeen vinden muggen mij niet zo lekker. Ik hoop deze Limburgse muggen ook niet. Dat was ons eerste half dagje vakantie. Tot nu toe is het heel erg gezellig. En morgen komt Jelle, als het goed is. Als het allemaal lukt met de treinen, want er is een hoop gedoe met de treinen. Jesse komt morgenochtend al heel vroeg. Die kan niet zo lang blijven, maar het is wel gezegd dat hij er even is. We gaan naar het zwembad waarschijnlijk. Als het open is, konden we niks over vinden. Verder ga ik denk ik vooral heel veel lezen in mijn boek. En heel veel niks doen. Echt veel zin in. Ik hoop dat het niet de hele dag gaat regenen zoals vandaag. Dankjewel voor het kijken en ik zie je bij de volgende vlog vanuit Limburg. Kijk maar even. Doei! Even je handen. Ja.